Darling, you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. I know. Het is gewoon alleen om buiten te zijn al lekker. Het is gewoon heerlijk weer. Even kijken, hij geeft aan plus minus 20 graden. Anders geloven jullie het niet. Plus minus 20 graden, het is gewoon echt hartstikke lekker. Heerlijk weer. Echt heerlijk weer. En dan maar wachten tot hij sleutel heeft. Oké, dan ga ik. Doei. Doei. Zij moet pombeertjes hebben. Oh god. Dat wordt... Pombeertjes zijn die shippies. Oké. Wat wou ik nog net zeggen? Ik wou wat anders zeggen dan dat. Dat dat doek er nogal ligt. Dat hartstikke lekker weer is. Het is gewoon warm in de zon. Morgen wordt het alweer heel anders qua weer. Ik hoop dat het droog blijft. Want ik moet morgenavond van 4 tot 12 werken. Dus 2:30 ga ik ongeveer weg. Dus ik hoop dat het dan droog is. Niet te harde wind. Het is nu ook bijna windstil. Dus het is ongelooflijk lekker weer. Echt, vind ik. Ik geniet van dit weer. Echt waar. En dan zo zit je in één keer weer binnen. Waarom? Ik had de vlog van gisteren nog niet eens, was ik nog niet eens mee begonnen. Dus dan maak ik nou een begin aan en ik probeer hem in één keer af te maken, zodat ik er verdorie van af ben. Maar ik weet niet of mij dat gaat lukken. Dat zullen we. Dus ik probeer nou een beetje sneller te gaan editen. Als het perfect wordt, geen idee, denk er haast niet. Maar dat zullen we zien. Ik hoop natuurlijk van wel, maar je weet eigenlijk natuurlijk nooit. Stand. Allemaal zand was valt. Dus ik ga nou even verder editen. Hopen dat ik snel af... Braak gaat lekker. Begint alweer goed. Dus ik ga nou even verder. Hopen dat ik hem afkrijg voor 6 uur. Anders heb ik vanavond extra veel te doen. Deze vlog, die vlog, 2 vlogs binnen een uur of 6. Ik krijg het nog wel druk vandaag, denk ik. Echt wel. Oké, ik ben gisteren de hele dag aan het editen geweest. Deelt nog op filmen. Ik ben vandaag de hele dag al aan het editen geweest met de vlog van gisteren. Wat 3 keer niet wou lukken. Ik heb geen idee waarom, maar het wou gewoon niet. Het is nou klaar, hij is nou af, hij is nou gerenderd al, hij is nu goed. Morgen heb ik weer een late dag van 4 uur 's middags tot 12 uur 's nachts. En de volgende dag moet ik om 9 uur weer beginnen. Dus ik weet niet of er morgen een vlog komt. Zoals ik me nou voel, komt die er niet. Ik heb er gewoon echt totaal helemaal geen zin in. Ik heb genoeg geëdit eigenlijk. En ik moet deze ook nog doen, dus ik heb er gewoon geen zin in. Ik ben er eventjes helemaal klaar mee. Snap dat. Maar ik wil wel weer verder, dat sowieso. Dus morgen misschien wel, misschien niet. Dat zie ik nog. Dat merk je vanzelf. Zoals het nu voelt, nee, geen. Maar misschien is het zometeen al anders. Misschien is het morgen al helemaal anders. Ik weet het niet. Dat is even afwachten van hoe het... Ja. Even afwachten van hoe het gaat. Dus ja, dat is eventjes wachten. Verder heb ik niet veel gedaan vandaag verder nog. Beetje lekker tot rust komen. Lang uitgeslapen vanochtend al. Dus dat is goed. Vanavond nog even goed lang slapen. Tegen 11:00 of zo met bed in. Als me dat gaat lukken trouwens. Ik heb geen idee. Probeer het wel. Maar je weet eigenlijk never, nooit, niet nooit bij mij. Want zo ben ik hiermee bezig. En zo met andere punten ben ik ergens anders mee bezig. Dus ja, dat ik heb een heel dom leven. Laat ik het daarop houden. Heel apart. But I gonna like it. Ik vind het mooi zoals het gaat. Ik ben gelukkig. Verveel me nooit. Ik verveel me alleen maar. Ja, dit gaat niet veel slechter met mij. Ik heb een goed leven zoals het nu gaat. Ik heb de spullen dat ik heb dat ik kan gebruiken. Ik heb de plannen die ik wil die uitkomen. Of nou wat langzamerhand meer gaan uitkomen. Maar ik wil nog steeds verder in de video. Dat is sowieso waar. Ik probeer hier 100% voor te gaan. Als ik hier later mijn geld mee kan verdienen met video's.
misschien ook wel een klein beetje foto's. Ik ben niet zo van de foto's, meer van de video's. Dan ga ik er 110% voor. Dat sowieso. YouTube komt erbij. Daar wil ik mee doorgaan. Ook even wat meer reclame voor maken, zoals sommigen zeggen. Dat ik misschien meer subs krijg. Ook wel leuk. En als je mij wil helpen, tuurlijk, probeer het. Help me, graag, alsjeblieft. Deel het. Laat mensen weten. Hebben ze een opdracht, hebben ze een film nodig? Laat het mij weten. Stel mij aan hun voor. En we moeten elkaar blijven helpen. Laten we het daarop houden. Jullie helpen mij en ik help jullie. Ik zit aan de popcorn en dat is lekker. Dus zo moet je de wereld eigenlijk zien. Je moet elkaar helpen en dat moet je blijven doen. Mensen die elkaar niet helpen, die zijn de wereld niet waard. Als er iets mis is, moet je elkaar helpen. Want wie goed doet, weer goed ontmoet. Zegt men altijd. Ik weet niet of het zo is. Ik heb nog nooit goed ontmoet, maar ik heb wel altijd goed gedaan. Al zeg ik het zelf. Dat klinkt heel raar als je het zelf zegt. Nou ja. Dus dat is, ja, help mij, ik help jullie. Zodoende. Want ik heb ook wel eens vaak in sommige vlogs vragen gesteld en zo. En dan krijg ik nooit wat in de comments. Nooit echt iets van waarvan ik denk van, hey, wacht eens even. Nee, niet echt. Eigenlijk nooit niet. Dus dat vind ik wel jammer. Ik weet het, zijn weinig mensen die kijken. Het zijn weinig subs. Help mij daarbij groter te worden. En dan wordt de community alleen maar groter. En leuker. Dan heb ik ook meer dingen om wat voor jullie te doen. Dan zijn meer mensen die kijken. Dus dan ga je automatisch ook meer je best doen. Mensen zijn nog bezig met een logo voor mij. Die komt nog. Hij is nog mee bezig. Zou volgende week, ongeveer over 2 weken, zou die klaar zijn, zei hij. Dan moet ik hem opsturen naar de man. Die laat hem fabriceren. En dan is mijn logo klaar. Dan kan ik mijn Vista printkaartjes klaarmaken. Uitdelen voor mensen die interesse hebben. Gegevens komen erop te staan. Dan ga ik 100% echt waar voor de video en zo. Dus ja, ik zou zeggen, help mij, help elkaar. Samen. Maken we het leuk. Dat zeg ik. Kijk, het is 7:30. Ik ga zo nog even douchen. Mijn naaltje die valt bijna van mijn pokkel af. Laat ik het daarop houden. Pokkel is buik. Dus mijn naaltje valt bijna van mijn buik af. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb niet echt iets gedaan waarbij ik ging zweten of wat dan ook. Maar hij flikkert bijna van mijn romp af. Laat ik het daarvan houden. Het stickertje dat erop zit, dat werkt en plakt niet zoals die hoort. Nu niet meer. Maar hij heeft in ieder geval nog volgehouden 3 dagen. En dat is all what I need. Haha. Gewoon van die... bruine velletjes tussen mijn tanden van de popcorn. Zo kut. Editen. Deel op de computer zetten. Deel vast beginnen te editen. En dan kijken hoe ver ik al kom. Ik zeg, het komt wel goed, denk ik. Ik zie jullie zo wel weer. Sowieso, want ik moet nog afsluiten. Heb ik nou nog even geen zin. Ik kan nog even verder met de popcorn. Oh ja. Boom, baby. Psychedelic, baby. Like Austin Powers. Deel op de computer zetten. Oké, ik heb nou alles in de computer. Alles afgewerkt. Laatste gedeelte nog, dus dit stukje komt er nog achter en dan ben ik klaar. Het is bijna 9:30. Ik ga douchen als ik dit klaar heb. Kleine 10 minuutjes, 15 minuutjes renderen terwijl ik douche. En dan is hij klaar als ik terugkom. En dan ga ik meteen liggen, slapen, genieten. En morgen weer wakker worden en beginnen we weer helemaal opnieuw. Jammer. Nou, jongens, ik vind het mooi geweest. Ik hoop jullie ook. Sorry voor de te weinig timelapses de late tijd. Ik heb gewoon 2 dagen vrij. Ik had gewoon 2 dagen geen zin om ergens heen te gaan. Dus 2 dagen gewoon weinig timelapses. Want hier in huis gebeurt eigenlijk helemaal geen ene reet. Snap dat? Nou ja, volgende keer beter. Of dat morgen is of zaterdag. Ik heb geen idee. Dat zie ik vanzelf wel. Ik hoop jullie in principe volgende keer weer te zien. Jongens en meisjes, ik zeg, geniet van je dag, middag, avond, 8, ochtend. Wanneer je dit kijkt, dan zeg ik, tot morgen. Of overmorgen. Jongens en meisjes, aloha. See ya. Darling, you